Nou, mijn naam is Gilberto Morichon. Ik ben 23 jaar. Ik woon nu 4 jaar in Nederland, officieel. En ik kom uit Curaçao. Als ik kijk naar mijn verhaal, dan is er altijd één ding die echt doorblijft. Gongen in mijn hoofd, identiteit. Wie ben ik? Waar ga ik naartoe? Waar kom ik vandaan? En ik denk dat het heel belangrijk is dat wij als jonge mensen ook daarop focussen. Als ik kijk naar mijn eigen verhaal en mijn geschiedenis, gewoon op Curaçao, was dat altijd een issue. Weet je, ik ben nog niet goed genoeg. Mensen vinden mij niet leuk. Angst regeerde. Angst voor de toekomst. Angst voor mijn potentie. Angst voor wat anderen van me zouden denken. Maar God roept ons altijd voor groter, voor beter. En het was toen ik in de middelbare school zat, begon ik altijd mijn dag met een gebed. God, maak me liefdevol. Maar doordat ik die gebed begon te bidden, veranderde ook mijn manier van denken over mezelf. Want liefdevol zijn betekent niet alleen maar liefdevol zijn voor anderen, maar ook voor jezelf. Want de stem in jouw hoofd, welke stem is dat? Is dat de stem van God of is dat de stem van de vijand? Is die stem jouw beste vriend of niet? En God veranderde die stem in iets dat mij altijd roepte naar hoger. En nu woon ik nu 4 jaar hier in Nederland. En begin ik op die pad te lopen. Begin ik op de pad van purpose te lopen. En dan zie ik dat. Ik zie dat die impact dat dan heeft. En I'm just amazed. Het is gewoon geweldig wat God doet. En dan het gedachte dat mij overlaat is gewoon dat niet alleen maar voor mij bestemd is, maar ook voor jou. En voor alle mensen die dat willen, God roept jou voor hoger en voor beter. You know, God heeft mij van mezelf leren houden. En doordat ik door mede van hem de kracht heb om van mezelf te houden, kan ik ook van anderen meer houden. En daarom heb ik besloten om Jezus te volgen. Dus try him, test me, zegt de Heer. En ik zal het doen.